Namens de kerkraad heet ik iedereen in deze dienst van harte welkom. In deze dienst gaat Jan Greven, dominee Jan Greven, voor en de organist vanmorgen is Rudy Dijkstra. Tijdens de dienst van de gaven zijn er twee rondgangen. De eerste rondgang is bestemd voor de Stichting Leergeld. Een stichting die zich bezighoudt met ondersteuning van kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten waar hun leeftijdsgenootjes wel aan mee kunnen doen. Een nadere toelichting hierover kunt u ook lezen in de orde van dienst. En de tweede rondgang is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Volgende week, zondag 26 augustus, gaat een oude bekende van ons voor, namelijk Rick Benjamin. En dan nog een mededeling. Op het koor ligt een kaart voor Jannie Meems. Wij missen haar al een tijdje in deze dienst. En maandag aanstaande is ze jarig. En het zou fijn zijn als u hiervoor ook wilt tekenen op deze kaart. Na deze dienst is er koffie en thee op het koor. U wordt hiervoor allemaal van harte uitgenodigd. Er is dadelijk gelegenheid voor stil gebed, waarna we verder de liturgie zullen volgen. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst.
Onze hulp is de naam van de Heer. Hij blijft trouw, altijd. De Heer zij met u met zijn genade en vrede. Even op te ademen in uw huis, bij uw gemeente, rond uw woord. Heer, help ons daarbij. Help ons in het achterlaten. Help ons ons leven te overzien zonder ervoor weg te lopen. Help ons onszelf te zijn. Geef ons een goede dienst en erbarmen over de wereld waarin we leven, de mensen om ons heen, de zorgen, het verdriet. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij zingen.
De schriftlezing voor vanmorgen is in de eerste plaats uit het boek Job en later uit het Nieuwe Testament uit het Evangelie van Lucas. Ben ik goed te verstaan? Achterin ook. Ik doe mijn best. Job 42. Helemaal aan het eind, als alles gebeurd is, zegt Job. Nu antwoordt Job de Heer. Ik weet dat niets buiten uw macht ligt. En dat geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken. Ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij zoals ik hier zit in het stof en het vuil. En al zijn broeders en zusters en iedereen die hem van vroeger kende kwamen naar zijn huis om samen met Job te eten. Ze schudden hun hoofd en troosten hem omdat de Heer zoveel rampspoed over hem had uitgestort. En elk van hen gaf hem een geldstuk en een gouden ring. En de Heer zegende Job in zijn latere leven, nog meer dan in zijn vroeger. En zo kreeg Job 14.000 schapen en geiten, 6.000 kamelen, 1.000 span runderen en 1.000 ezelinnen. Ook kreeg hij 7 zonen en 3 dochters. De eerste dochter noemde hij Jemima en de tweede Kesia en de derde Keren haar poeg. In het hele land waren er geen mooiere vrouwen dan de dochters van Job. En hun vader gaf aan hen een even groot erfdeel als aan hun broers. En hierna leefde Job nog 140 jaar en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen opgroeien tot in het vierde geslacht. En toen stierf Job, oud en van het leven verzadigd. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu lied 932.
1 tot en met 9. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen: denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18, die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel, zou deze week zeggen. Of die 44, die over het viaduct reden toen het instortte. Wat denken jullie? Denken jullie dat ze schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet op één keer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. En hij zei tegen de wijngaarden: ga je neer, al 3 jaar komen kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar vergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en een mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Tot zover de schriftlezing. We zingen nou nog uit lied 849. Satan weet het wel. Voor wat hoort wat,
zegt de Satan. Als je nog bidt en gelooft, dan gaat het je goed. Hopen ze. Denken ze. Maar als er in die parallelie voor wat hoort wat iets verandert, als je iets overkomt wat niet bij het goede en rechtvaardige leven hoort, dan, zegt Satan tegen God, hier onder elkaar, dan zullen ze jou in je gezicht vervloeken. God is daar niet van overtuigd. Hij gaat de weddenschap aan. Over Job. Van Job staat één ding vast, hij is uitermate rechtvaardig. Hij is zo rechtvaardig dat als zijn zonen een feest geven, dat hij dan achteraf nog eens zelf extra de offers brengt die nodig zijn aan het eind van dat feest, omdat hij bang is dat zijn zonen het zouden vergeten. Hij houdt niet alleen zichzelf in de gaten met vroomheid, maar ook zijn gemeente, zijn gezin, ook zijn omgeving. En hij zorgt ervoor dat God aan zijn trekken komt. En wat gebeurt er als Job nou eens niet aan zijn trekken komt? Ze gaan stapsgewijs te werk, Satan en God. En ze nemen eerst van Job alles af wat hij bezit. Zijn kinderen, zijn vee, zijn huis, behalve zijn vrouw. En Job buigt niet. Job vervloekt God niet. Job blijft zuiver. Op het moment dat je zou zeggen, dus de weddenschap is gewonnen door God, vraagt Satan aan God of hij nog wat extra's mag doen. Of die God, of die Job ook lichamelijk mag martelen. Zijn lichaam mag aantasten. De integriteit van zijn bestaan. En opnieuw gaat God akkoord. En Job wordt ziek. Komt onder de zweren te zitten. Eenzaam. Op de mest. Maar hij vervloekt God niet. Hij vervloekt wel zijn geboortedag. Maar God niet. Dan zou je zeggen, nou is het gewonnen. Nou is het afgelopen. Maar zo is het niet. Er is namelijk iets anders gebeurd. Er zijn een paar vrienden bij Job gekomen. En die vrienden kijken de zaak niet van de kant van God, zoals God het Satan al deden, van bovenaf. Maar die bekijken het van onderop. En die zeggen tegen Job, je moet iets verdiend hebben om zoveel ellende mee te maken. Je moet iets gezondigd hebben. Je moet iets verkeerd gedaan hebben. Je moet herroepen. En Job weigert ook dat. Weigert te herroepen. Hij wil alleen wel één ding weten van God. Is God rechtvaardig? Is God betrouwbaar? Dat is het enige wat Job wil weten. En God geeft antwoord. In een geweldige donderbui. En God gaat op zijn strepen staan. Heeft iets van, weet je wel wie ik ben? Jij bent maar een klein mens. Ik ben God, ik ben de machtige. Ik heb de wereld gemaakt. Ik heb de chaos bedwongen. Maar of hij rechtvaardig is, zegt God niet. Daar loopt hij met een boog omheen. Machtig.
is hij. Maar rechtvaardig, dat blijft open. Wil je mijn rechter, wil je mijn rechtvaardigheid in twijfel trekken, zegt God tegen Job. Wil je mij veroordelen? Mij veroordelen, God, zodat jij gelijk hebt. Heb jij een arm als God? Kun jij donderen met een stem als hij? Nee, zegt Job, ik heb niet een arm als u. En ik kan ook niet donderen met een stem als God. Maar ik wil wel uw rechtvaardigheid in twijfel trekken. En ik wil u eigenlijk wel oordelen. Omdat u niet rechtvaardig bent. De God van Job is de God van de zondvloed. De God die het water liet komen over goeden en kwaden zonder aanziens des persoons. Omdat hij berouw had over wat hij maakte. In het boek van Job krijgt de wereld waarin we leven wat ons overkomt in het leven, krijgt karakter, krijgt een gezicht. God noemen we dat gezicht. Het is niet langer een anonieme macht, een fatum, een lot, zoals in het Griekse denken. Het is iets, iemand, een gezicht dat bij ons komt en dat macht heeft. En Job, geconfronteerd met dat gezicht, met die macht, slaat zijn hand voor zijn mond en zegt: ik zal maar niks meer zeggen. Ik weet niet of u wel eens heel boos bent geweest op een klein kind. Je maakt jezelf volkomen belachelijk, maar het komt voor. En dat je staat te schreeuwen tegen hem of tegen haar, dat hij dat niet meer moet doen. En dat je ineens ziet hoe dat kind naar je kijkt. Met een afstandelijke blik. En je kijkt naar het kind en ineens kijk je door de ogen van het kind naar jezelf. En je ziet jezelf daar staan, schreeuwend. En je voelt: ik maak me belachelijk. Ik overschreeuw me. Zo kijk je op naar God. Als een kind. Dat kijkt naar iemand staat te schreeuwen. En die denkt: wat maakt hij zich verschrikkelijk druk? Ook al schreeuwt hij vanuit het onweer. Job is stil. En aan het einde staat er dat Job herroept. Dat is een hele oude vertaling. Al eeuwen en eeuwen oud. Aan de andere kant, het slot van het boek van Job is buitengewoon lastig. Je kunt het op alle mogelijke manieren vertalen. En een van de vertalingen die mogelijk is en waar ik meer voor zou kiezen, als ik dat zo mag, is dat Job zegt aan het eind: ik heb medelijden met de mens. Ik tril van verdriet om de mens, om sterfelijke klei. Want meer zijn we niet. Kijk, een mooi slot voor het boek van Job. Dat alles openlaat. En alleen maar trilt van verdriet om de mensen, om sterfelijke klei. En Job houdt vol en blijft staan. Heeft God spijt van zijn weddenschap? Het staat er niet. Maar als hij geen spijt heeft, waarom zou hij Job dan al die dingen geven, die goede dingen,
van nieuw vee, nieuwe kinderen. Kunnen die nieuwe kinderen ooit de oude kinderen vervangen dan? Kan dat nieuwe bezit wegpoetsen wat er gebeurd is? Is dat een aangename karaktertrek van God? Dat hij eerst wegneemt en dan teruggeeft. In wat voor wereld leeft Job? En wie is God? Ik heb dat eigenlijk nooit geweten. En ik sta nog steeds te kijken wat ik allemaal niet weet, maar dit ook. Dat het boek Job staat in de Tanach, in de Joodse Bijbel, de Joodse Oude Testament, dat ik het zo mag zeggen. Staat het boek Job in een onderdeel, de geschriften. De geschriften is het einde van de Tanach. Je hebt eerst de geschiedenisboeken, de vijf boeken van Mozes, alle koningen en Samuel en Richter. En daarna heb je de profeten en daarna heb je de geschriften. En Job is een van de eerste boeken van de geschriften. In het boek Job spreekt God. En in de Hebreeuwse Bijbel is dat voor het laatst dat God spreekt. Daarna komen Esther, Nehemia, Ezra, Klaagliederen, Hooglied, al die boeken. Daarin komt God, Daniel, daarin komt God niet meer sprekend voor. Behalve het boek Kronieken helemaal net, maar dat is er later apart bijgezet. Wat heeft dat te zeggen? Dat het laatste wat we van God horen in de Tanach, in dat Joodse Oude Testament, een God is die haast over de toppen van zijn kunnen schreeuwt dat hij machtig is. En dat wij alleen maar kunnen trillen van verdriet om de mens, dat sterfelijk stuk klei. Dat het zo, dat je in die geschiedenis, in die God, die goed geeft en kwaad, dat je daar je weg maar in moet vinden met alleen zijn almacht als laatste teken van die God. Het Joodse volk heeft het geweten. Hoe gedraag je je daarin? Hoe gedraag je je in die situatie? Hoe gedraag je je als het lot je treft? Of u hier in Groningen niks te vertellen over het lot dat een mens kan treffen met al uw aardbeving. U kent dat gevoel. Je kent het gevoel ook als dierbare sterven, zonder dat je dat verwacht. Of als je leest van waanzinnige ongelukken, zoals nu weer bij dat viaduct in Genua. Hoe gedraag je? De Engelse kunstenaar William Blake heeft tekeningen gemaakt van Job. En op de eerste tekening zie je Job staan, of zitten in zijn huis. En het is echt een patriarch. Hij zit er, zijn kinderen om hem heen, zijn vrouw op eerbiedig naar hem kijkend. Een groot huis op de achtergrond, een zon, een maan, een ster. Een vaag zicht in de hemel. En als je goed kijkt, zie je dat het gezicht van God lijkt op dat van Job. Well to do. Niks aan de hand. Alles goed. Zekerheid. Zekerheid op de boerderij. Wat kan er gebeuren? Van alles. Want op de laatste tekening zie je dezelfde Job. Met zijn dochters,
en zijn vrouw. En ze zitten in een kamer die eruit ziet of er zojuist weer een beetje is schoongemaakt omdat er een oorlog is gewoed. Met in de verte duisternis. Er is heel wat gebeurd. Er is één heel belangrijk verschil tussen die twee tekeningen. Die eerste tekening en die tweede tekening. Op die eerste tekening waren er muziekinstrumenten. En de muziekinstrumenten die hingen aan de muur. Die waren er om de harmonie te beklemtonen. Niet om te gebruiken. Om te onderstrepen dat het goed ging. En in de laatste tekening wordt er gespeeld op die instrumenten. Job speelt een harp. Zijn dochters spelen een blaasinstrument, een viool. En ze maken zelf muziek. Ze maken zelf de harmonie. Ze zijn bezig zelf het leven weer structuur te geven. Met muziek. Toen ik dat zag van wat me bleek, moest ik denken aan dit verhaal van Jezus uit Lucas 13, dat we gelezen hebben. Ook over mensen die bij wijze van spreken het slachtoffer konden zijn van een weddenschap tussen God en Satan. Of hij niet zomaar zoveel mensen onder een toren zou kunnen bedelven. Of hij niet zomaar een groep Galileërs zou kunnen laten vermoorden door soldaten van Pilatus, die en passant ook hun offerdiers doodmaakten en zo hun bloed vermengden met hun offerdier. Willekeur. En hoe moet je je gedragen? En dan vertelt Jezus die gelijkenis van de vijgenboom. En hij zegt daarmee: de betekenis van het leven maak je zelf door de beslissing vrucht te dragen. En dat is heel erg lastig, want dat vereist moed. En het kan je overkomen dat je jarenlang geen vrucht draagt, zoals die vijgenboom in de wijngaard. En dat je nog eens weer grond nodig hebt. En nog eens weer mest. En dat er nog eens weer aan je getrokken moet worden. Er zit ook iets van begrip in. Want het leven kan hard zijn. En ons hart treffen. Zodat het moeilijk is om nog muziek te maken. En nog vrucht te dragen. En op dat pad gaat Jezus ons voor. Gaat Jezus u voor. Mij voor. Op het pad van vrucht dragen. En in het leven van Jezus wordt het steeds moeilijker om vrucht te dragen en de zin te zien. Wat dat betreft lijkt hij op Job. En wordt het steeds raadselachtiger. Is er steeds meer te lijden. En twijfelt hij tenslotte of hij zelf wel vrucht draagt, of het wel zin heeft, of de drinkbeker maar niet voorbij moet gaan. Maar hij houdt het vol. Tegenover een God die dat laat gebeuren. Wat is nou het verschil tussen wat ik hier nu zeg in de kerk en wat je ook gewoon op straat kunt horen van kop op en je schouders er weer onder? Dat verschil zit erin dat vruchtdragen, dat een basis nodig heeft. Een basis die we met elkaar vormen als gemeente van Christus. We spelen samen muziek. Net als die dochters van Job en Job. We maken samen harmonie. En in dat vruchtdragen gaat Christus ons voor.
En wat dat betekent, daarover moet je hard nadenken. En krijg je iedere keer weer de gelegenheid om na te denken. Je moet wel. Als je leest over die brug in Genua. Waarom die mensen? Wat is de zin van het leven? Berust niet alles op toeval? En dan toch kiezen voor de liefde, voor de vrucht, in herinnering aan Christus. En hier komen bij elkaar en daarin bevestigd worden. We zingen lied 765.
Namens de kerkraad deel ik u mee dat Wiemarjan Zeilema is overleden. 13 augustus, vorige week maandag. Hij is gisteren hier in de kerk herdacht en laat hem begraven. De familie laat weten dat ze ontroerd is door de moed, de kracht waarmee hij geleefd heeft tot het laatst. En dankbaar, 57 jaar getrouwd, dankbaar voor alles wat hij heeft betekend en gedaan. Wij herdenken hem in onze gebeden. Laat ons bidden. Heer onze God, u weet wat er in een mensenleven kan gebeuren aan onverwachtheden. U kent onze reacties daarop. U kent onze woede. Ons verdriet, onze wanhoop, u kent ons. U weet ook hoe vaak we vergeefs tot u bidden, geen antwoord krijgen, voor ons gevoel aan ons lot worden overgelaten. Help ons, o God, reik naar ons. Buig u over naar ons, hoor ons roepen, hoor ons verdriet, hoor onze wanhoop. Wees met de familie van Wiemar Zeilema. In hun verdriet. Wees met hen. Laat de mensen om hen heen zijn. Troost hen. Zegen hen. Wees met allen die een lege plek aan hun zijde ervaren. Dag in, dag uit. Wees met allen die leven met verdriet. Met spijt, met een gevoel van onvoldaanheid. Neem ons bij de hand en laat dat wonder geschieden, o God. Dat wonder dat we vrucht dragen, dat we opbloeien, dat we er zijn voor anderen. Dat we onszelf iets te zeggen hebben en kunnen leven met onszelf. Dat we geloven dat uw Zoon ons is voorgegaan in zijn zoektocht naar betekenis en liefde. Hoor ons, o God. Als we in stilte tot u bidden. U leert ons bidden. Onze Vader, in de hemel en zij, en de komende gerijden, laat het woord door uw wet komen, en uw wil gedaan worden, maar op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben, en vergeef ons onze schulden, zoals wij hebben vergeven die ons niet schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van
ver gelegenheid om gaven te geven aan de twee rondgangen. Het slotlied is lied 726. Thank you.
zegene en behoed u, de levende doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.